Welkom in Spanje. En voor de verandering is niet één specifiek model wat we uitlichten in een video, maar een hele lijn modellen. De Softail lijn van Harley-Davidson, om precies te zijn. De Softail modellen van Harley-Davidson zijn in de afgelopen 2 jaar aan een flinke verandering bezig gegaan. Hè? Harley-Davidson heeft in 2018 het zogenaamde More Roads to Harley-Davidson project of plan, hoe je het ook wil noemen, de wereld ingelopen. Dat project wil zeggen dat Harley nieuwe markten probeert aan te boren. Nieuwe mensen het merk wil laten omarmen. En dat doen ze op een hele eenvoudige manier. Meer modellen bouwen. 100 om precies te zijn in de aankomende 10 jaar. De Softail is een comfortabelere versie van de ouderwetse hardtails, de ongeveerde Harleys van weleer. En de Softails die lossen dat eigenlijk op door afgeveerd te zijn en gewoon een comfortabelere rit te geven. En daardoor zijn het bij uitstek de modellen die zich lenen voor animo. Dit zijn gewoon populaire modellen. Honderd modellen in 10 jaar, dat zijn er nogal wat. Dat is echt geen kattenpis. En we zijn inmiddels 2 jaar op weg. En het is dus een uitgelezen kans voor ons om een keertje te kijken wat de gekozen koers is. Hoe gaat het met die redelijk grote belofte om 100 modellen neer te gaan zetten? Nou, om het maar even kort te houden, dat gaat best goed. Het is 2020 en er zijn al liefst 20 nieuwe modellen de wereld ingeholpen. En nu klinkt een nieuw model misschien als een groot woord, maar dat hoef je niet zo te zien. Kijk, de Softail-lijn is een heel simpel idee van een platform. Je pakt in dit geval 2 verschillende soorten blokken, 107 cubic inch en 140 cubic inch. En die hang je eigenlijk in hetzelfde rijwielgedeelte en vervolgens ga je er verschillende formules op loslaten. Een kuipje voor degene die niet graag in de wind zit. Een korte kuipje die juist niet zoveel problemen heeft met de wind, maar wel een cool uiterlijk wil hebben. Koffers voor de mensen die op reis willen. Grotere koffers voor mensen die nog verder op reis willen. Verzin het en je hebt er een model voor inmiddels. En er gaan er nog veel meer komen. Meerdere wegen dus die naar Harley-Davidson leiden. Maar het hoeven niet per se nieuwe wegen te zijn natuurlijk. Want je hebt met de Heritage Classic een redelijk, de naam zegt het al, een klassiek en authentiek Harley-ogende machine. Maar aan de andere kant heb je ook zoiets als de Sportlight, wat er sportiever uitziet. Nog wel het Harley-kenmerk heeft misschien. En de look and feel, zoals ze dat in marketingtermen noemen. Maar misschien niet meer het uitgelezen Harley-Davidson imago uitstraalt, waar mensen de afgelopen tientallen jaren mee bekend zijn geraakt. Nou, op basis van de Softail formule zijn er inmiddels dus een stuk of 5 modellen waar je uit kan kiezen. Dat is dus de Sportlight, de Lowrider S, de Heritage Classic, dan hebben we ook nog de Fatbob en de Streetbob. Het is al lastig om het uit je hoofd te leren, maar dat zijn er dus een heleboel. En het zijn allerlei verschillende variaties, eigenlijk op hetzelfde idee. Gewoon een lekker rijdende machine die voor iedereen het Harley-Davidson gevoel kan bevatten, kan geven. Waar het motto misschien vroeger was one size fits all, als in er is 1 look en 1 Harley karakter wat uitgestraald moet worden, is dat nu een beetje geschift naar one brand fits all misschien. 1 merk dat alles biedt voor iedere motorrijder. Misschien is alles dan een grote term, maar Harley probeert gewoon voor iedereen iets aan te bieden. En dat is bewonderingswaardig, kan ik zeggen. We hebben dus niet alleen de Softails waar Harley aan het werk is. Dat is gewoon een mooi excuus voor ons om eens een keertje naar de lijn te gaan kijken die gekozen is. Maar met 80 modellen die nog op de rol staan, is er meer verandering bezig. En dat kun je zien aan deze kant. We hebben hier namelijk ook de Livewire. Nog zo'n manier van Harley om nieuwe markten aan te boren. En natuurlijk de Livewire, een volledig elektrische machine,
past misschien niet zozeer in het plaatje wat mensen bij Harley Davidson hebben, maar juist daarom is het misschien ook wel goed dat juist dit merk deze keuze maakt. Kijk, we zijn echt bezig om te veranderen. We worden een ander merk, we worden voor iedereen. Volgend jaar wordt het nog beter. 2021 komt namelijk de Pan America, een allroad Harley Davidson. En dat hoor je goed, een allroad Harley Davidson. Dan komt er ook nog een Bronx, een Street Fighter Harley Davidson. In de afgelopen 2 dagen die we van Harley Davidson de kans kregen om hier in het zuiden van Spanje heerlijk in het zonnetje rond te rijden, is me 1 ding wel redelijk bijgebleven. Want hoewel de motoren allemaal stuk voor stuk net iets verschillen, zijn ze ook in alles toch nog een beetje gelijk. Het gevoel van Harley Davidson zit er nog steeds in. Als je opstapt en je hebt die stampende 2-cilinder onder je, het ronkende geluid dat uitlaat, het is en blijft een Harley Davidson. En toch is het met die kleine veranderingen mogelijk gemaakt om voor iedereen iets te vinden wat zij persoonlijk aan een model kunnen waarderen. Als je overstapt van de Heritage Classic naar een Lowrider S, dan merk je meteen dat je veel meer verder naar voren zit. Dat kun je leuk vinden, dat kun je niet leuk vinden. Maar de mogelijkheid is er om te kunnen kiezen uit verschillende dingen. Dus, concluderend. 100 nieuwe modellen in 10 jaar. Waarvan er nu al 20 zijn gepresenteerd. Is het misschien wat overmoedig? Ik denk het niet. Ik denk dat het Harley wel lukt. Ik denk dat ze in ieder geval met de eerste 20 een flinke duit in het zakje hebben gedaan. Om te laten zien, dit kunnen we, dit is er mogelijk, dit gaat er komen. En let gewoon op ons. Geef ons een kans. Dat is goed bezig, Harley. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.